Okay. Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Anne-Fleur E.M. Berkel haar academische proefschrift getiteld Preoperative Optimization of Diagnostic Workup and Physical Fitness in the Colorectal Cancer Patient. Can we predict and improve outcome? In het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift, mevrouw Berkel? Dank u, meneer de prorector. Geachte leden van de corona, familie, vrienden en collega's. Graag wil ik jullie de komende 15 minuten wat vertellen over het onderzoek wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. En dat doe ik graag aan de hand van een presentatie. Goed. De Nederlandse titel van mijn proefschrift is het preoperatief optimaliseren van de risico-inschatting en fysieke fitheid voorspelt en verbetert de uitkomst van patiënten met darmkanker. Of om gelijk met de deur in huis te vallen, trainen voor de operatie leidt tot minder complicaties na de operatie. En graag wil ik beginnen met een persoonlijke ervaring. Bijna 20 jaar geleden is mijn oma overleden. Zij heeft meerdere keren kanker gehad, onder andere darmkanker. En ik was toen nog een klein meisje, maar ik kreeg toen al mee wat de impact van zo'n diagnose is en van de behandelingen die volgden. En ondanks dat is zij altijd erg sportief gebleven. Wekelijks zwom ze en ging ze naar de dansles. En dat heeft op mij toen veel indruk gemaakt. En met dat in mijn achterhoofd zag ik heel wat jaren later Willem op de polychirurgie in het ziekenhuis. Willem was een man van 79 jaar en had onlangs te horen gekregen dat hij darmkanker heeft. En we zouden bespreken wat de behandeling zou gaan worden daarvoor. Toen ik hem ophaalde uit de wachtkamer, toen zag ik dat hij hulp nodig had van zijn dochter om op te staan uit de stoel. En dat hij vervolgens met een rollator rustig mijn kant op liep. En gelijk vroeg ik me af, kan Willem zo'n operatie wel aan? Want een darmkankeroperatie is een grote operatie. En dat is te vergelijken met het lopen van een marathon. En een marathon ga je ook niet in zonder goed getraind te hebben en je goed voor te bereiden op zo'n grote, zo'n groot moment. Dus ik vroeg me af, hoe kan ik nou goed inschatten of Willem het risico heeft op het krijgen van een complicatie na een operatie? En kunnen we dat misschien ook voorkomen? En dat illustreert eigenlijk mooi het doel van mijn proefschrift. Dat was namelijk het onderzoeken van, kunnen we de uitkomst van patiënten die een darmkankeroperatie ondergaan beter voorspellen? En kunnen we de uitkomst ook verbeteren? En dat hebben we gedaan door te kijken, kunnen we mensen die risico lopen op complicaties herkennen door bijvoorbeeld te kijken naar iemands fitheid of naar lichaamssamenstelling, zoals bijvoorbeeld spiermassa of obesitas. En we hebben gekeken van kunnen we dan die patiënten die risico lopen op complicaties, kunnen we die in een betere conditie krijgen door een trainingsprogramma voor de operatie en wat is het effect ervan na de operatie? Nou, voordat ik overga tot het vertellen van de belangrijkste resultaten van mijn proefschrift, wil ik graag wat meer vertellen over darmkanker en de behandeling die daarbij hoort. Darmkanker staat op plek 3 van meest voorkomende kankers in Nederland. En gemiddeld krijgen ongeveer 14.000 mensen de diagnose in een jaar. En als je dan kijkt naar het belangrijkste onderdeel van de behandeling, dan is dat een operatie. En bij de operatie wordt een deel van de darm verwijderd. En dan wordt er vaak weer een verbinding gemaakt tussen de twee darmdelen die overblijven. En dat is een grote operatie. We zien dat ongeveer 30% van de mensen een complicatie krijgt na de operatie. En dat kan bijvoorbeeld zijn een longontsteking of een wondabces of een complicatie waardoor er opnieuw geopereerd moet worden. En als je dan kijkt naar de ouderen, vooral niet-fitte mensen, dan zie je dat het complicatiepercentage tot zelfs boven de 50% oploopt.
En die complicaties die kunnen veel gevolgen hebben voor een patiënt. Zo kan bijvoorbeeld de opnameduur verlengd zijn. Of de kwaliteit van leven op korte en lange termijn kan afnemen. En daarnaast gaat het ook gepaard met hogere kosten. Als je kijkt naar wat een darmkankeroperatie kost als er geen complicaties zijn, dan is dat ongeveer €9.000. En als er ernstige complicaties zijn, dan is dat het drievoudige, €27.000. Nou, tegenwoordig wordt vaak gebruik gemaakt van traditionele risicofactoren om de hoogrisicopatiënten te herkennen. Hoogrisicopatiënten zijn dus de patiënten die een hoog risico hebben op het krijgen van een complicatie na de operatie. En die traditionele risicofactoren, dat zijn bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, BMI. Maar daarmee zijn we eigenlijk onvoldoende goed in staat om die mensen echt goed te herkennen. En wat onze gedachte is, is dat we daarvoor wellicht beter iemands fitheid kunnen gebruiken. Gemeten op bijvoorbeeld een fietstest. En iemands lichaamssamenstelling. En dat is bijvoorbeeld hoeveel spiermassa heeft iemand. En bijvoorbeeld de combinatie tussen een lage spiermassa en veel vetmassa. Als je dan kijkt naar wat is het effect van de operatie op een persoon. Dan staat dat eigenlijk schematisch weergegeven in dit figuur. Op de horizontale as ziet u de tijd. En op de verticale as de fitheid. En bij mensen met darmkanker komt er ergens in de tijd een operatie. En als fitte mensen een operatie ingaan, dan zie je dat ze als gevolg van de operatie een dip doormaken. Dat doet eigenlijk iedereen die een operatie ondergaat. Maar zij komen vrij snel weer terug op het oorspronkelijke niveau en herstellen dus meestal vrij snel en goed van een operatie. En als je dan kijkt hoe dat is bij niet-fitte mensen, dan zie je vaak dat de dip die zij als reactie op de operatie doormaken best diep is. En dat ze dan vaak in een kritieke zone terechtkomen. Waardoor ze eigenlijk niet goed in staat zijn om te herstellen na de operatie en hoger risico lopen op het krijgen van een complicatie. En sommige van deze mensen herstellen zelfs niet en hebben risico om te overlijden. En wat het doel is van prehabilitatie, dat houdt dus in het trainen van een patiënt voor de operatie. Dan beoog je eigenlijk om dus de niet-fitte mensen in een betere fitheid te krijgen voor de operatie, zodat de dip die ze maken minder diep is en ze sneller herstellen na de operatie. Nou, als ik dan overga tot het vertellen van de belangrijkste resultaten van mijn proefschrift, dan hebben we allereerst gekeken naar de relatie tussen iemands lichaamssamenstelling en het optreden van complicaties na de operatie. Lichaamssamenstelling kan gemeten worden op een CT-scan. En bij mensen met darmkanker wordt er voorafgaand aan de operatie altijd een CT-scan gemaakt. En op de rechter afbeelding ziet u een voorbeeld van zo'n CT-scan. Dat is een dwarsdoorsnede van de buik, ziet u hier. En op dit plaatje zijn een aantal organen te zien. De wervel ziet u. Maar ook kun je daarop een aantal maten meten. Bijvoorbeeld in het rood weergegeven, dat is iemands spiermassa. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar onderhuidsvetmassa of hoeveelheid vet rondom de organen. Wat wij vonden is dat vooral de hoeveelheid vet in een spier, dat zegt iets over de spierkwaliteit, dat leek voorspellend te zijn voor het optreden van complicaties na de operatie. En daarnaast zagen we dat de combinatie tussen een lage spiermassa en veel en overgewicht ook voorspellend was voor het optreden van complicaties. Vervolgens hebben we gekeken naar de rol van fitheid. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat fitheid wat zegt over het optreden van complicaties na de operatie. En die fitheid kan gemeten worden op een fietstest. Hier ziet u een voorbeeld van hoe zo'n fietstest gaat.
Onder gecontroleerde omstandigheden, wat onder begeleiding van een hartfilmpje en een masker om een aantal uitademing- en inademingswaarden te bepalen, kun je iets zeggen over iemands uithoudingsvermogen. En dat kun je meten door te kijken naar submaximale en maximale maten. Om een maximale maat te bepalen, is het dus nodig dat iemand een maximale inspanning levert. En om een submaximale maat te beoordelen, dat is bijvoorbeeld het moment waarop spieren gaan verzuren. En dan kun je daarmee iets zeggen over iemands fitheid. Maar het nadeel van deze maten is dat die niet altijd goed te bepalen zijn. Of iemand is bijvoorbeeld niet in staat om een maximale inspanning te leveren, waardoor je de maat dus ook niet kan bepalen. En daarom hebben we gekeken naar een relatief nieuwe maat van fitheid. En uit ons onderzoek bleek dat dat inderdaad een betrouwbare maat is, die als voordelen heeft dat het bij iedereen objectief bepaald kan worden. En dat er dus geen maximale inspanning nodig is om die maat te bepalen. Het nadeel van zo'n fietstest is dat het een relatief dure test is en dat goed opgeleid personeel nodig is om de waarde adequaat te interpreteren. Dus wij waren ook benieuwd, wat kunnen we nou met de lichaamssamenstelling gemeten op een CT-scan wat zeggen over iemands fitheid op de fietstest? Dus we hebben onderzocht of er een relatie daartussen is. En wij vonden eigenlijk dat die relatie maar matig was. Dus kon niet goed voorspellen hoe iemands fitheid was door te kijken naar de lichaamssamenstelling. Wel leek de hoeveelheid orgaanvet wat te zeggen over een slechte fitheid. Vervolgens hebben we gekeken, van nu hebben we in kaart van welke patiënten zijn hoog risico. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben de niet-fitte mensen geselecteerd. En die hebben we gevraagd om mee te doen aan een prehabilitatieonderzoek. Wat inhoudt 3 weken voorafgaand aan de operatie trainen. En mensen hebben 3 keer per week gedurende dus die 3 weken getraind bij de fysiotherapeut. Hier ziet u daar een voorbeeld van. En vervolgens hebben we gekeken van wat is nou het effect van zo'n trainingsprogramma op de resultaten na een operatie. En wat we vonden is dat er een 10% toename van de fysieke fitheid werd gevonden. En ruim 40% afname in het optreden van complicaties na de operatie. Als we dan teruggaan naar Willem. Willem heeft 3 weken getraind bij de fysiotherapeut. Hij vond dat erg leuk. Zelfs zo leuk dat hij na de operatie door is blijven trainen bij de fysiotherapeut. En ook zagen we dat hij geen complicaties had na de operatie en dat hij al na 4 dagen naar huis mocht. Dus concluderend, kun je om hoogrisicopatiënten te identificeren gebruik maken van lichaamssamenstelling. En dan met name dus de hoeveelheid vet in de spier en de combinatie tussen een lage spiermassa en overgewicht. En kun je ze identificeren met behulp van fysieke fitheid. En trainen voor de operatie leidt tot een 10% toename van fysieke fitheid en ruim 40% afname in het optreden van complicaties. Bedankt voor uw aandacht. Dan geef ik het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. Een mooie tijd. De oppositie zal nu geopend worden door professor Buren. Hij is hoogleraar aan deze universiteit van de afdeling anesthesiologie met leeropdracht anesthesiologie. Professor Buren. Hartelijk dank, meneer de prorector. Mijn hartelijkste felicitaties voor dit mooie proefschrift. Ik heb hem met veel belangstelling gelezen, een aantal keer. En ik wil graag de gedachtenwisseling beginnen op bladzijde 150. Omdat u schrijft, this is the first state-of-the-art randomized clinical trial to evaluate the effects and so on. Wat kenmerkt een state-of-the-art randomized clinical trial?
Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw mooie woorden. Wat ik bedoel met State of the Art is eigenlijk een prehabilitatieprogramma volgens de huidige stand van zaken. Waarin we dus eigenlijk proberen met de kennis die we tegenwoordig hebben over hoe kun je nou het beste mensen prehabiliteren, daar gebruik van te maken. Ja, omdat we uit heel veel eerdere onderzoeken na prehabilitatie hebben gevonden dat het wel wat doet op fitheid, maar dat het eigenlijk nog niet heel duidelijk effect heeft op het postoperatieve beloop. Terwijl als je probeert de juiste groep bijvoorbeeld te selecteren echt een intensief trainingsprogramma toe te passen, was onze gedachte om dan dat we dan mogelijk wel effect zouden vinden. Ja. En dat bedoelen we eigenlijk met state of the art. Oké, dat is duidelijk. En ik denk dat is ook een heel goede uitleg. Is in chapter 7 of de studiegroep in chapter 7 is een groep waar voor de inclusie van aan het begin 78 patiënten toch 5 jaar voor nodig waren. En dat is voor een randomized controlled trial toch een lange periode van inclusie. Wat zijn de redenen daarvoor dat u een redelijk lange tijd voor inclusie nodig had? Ja, het was inderdaad best lastig om deze groep te includeren. We hadden van tevoren ook niet verwacht dat dat zo lang zou duren. We hebben wel echt een selecte groep geïncludeerd. Dus echt de niet-fitte patiënten. En omdat het zo'n selecte groep is, zijn het ook niet heel veel patiënten. Maar we merkten ook tijdens het onderzoek dat het lastig was om de groep die mogelijk geschikt was, om die inderdaad te includeren. Mm. Omdat het vaak mensen zijn die dus een slechte fitheid hebben, niet gewend zijn om te trainen en daar vaak ook best wel tegenop zien om opeens zo intensief te moeten trainen. Ja. En we zagen dat ze bijvoorbeeld niet fijn vonden om naar de fysiotherapeut toe te gaan. Mm. Of ze hadden soms ook zelf al de gedachte van, ik ben wel fit genoeg. Hmm. Of ze hadden er gewoon geen zin in. Dus dat is wat we zagen. En dat maakt het best wel inderdaad soms lastig. Ja, dat denk ik. En ik heb alle respect. En ik denk iedereen die hier in deze oppositie zit, weet dat het soms langer duurt om een randomized control trial af te ronden dan wij van daarvoor verzonnen hadden. Als we in de literatuur kijken van colorectal, en u heeft in de presentatie ook daarop gewezen, dan zien we natuurlijk een redelijk brede bandbreedte van complicaties. Ergens tussen de 25% en 60%, een beetje afhankelijk van de scoring. Is het zo dat de reden om deze groep te selecteren was dat de gedachte van de studiegroep van daarvoor was, dan is de contrast tussen prehabilitation en niet-prehabilitation groter? Was dat de aanname? Ik denk inderdaad wel dat in deze groep dat verschil inderdaad, wat je beoogt te vinden, dat dat groter is. Mm-hmm. En vooral ook omdat als je patiënten gaat trainen die bijvoorbeeld al relatief fit zijn, dan verwacht je niet dat je in die korte tijd die je eigenlijk hebt voor een operatie al echt duidelijk winst gaat vinden. Dat was ook inderdaad de gedachte van bij deze groep denken wij het meeste winst te kunnen behalen. Ja, helder. En is dat ook zo? Omdat de outcomes is natuurlijk die overall complications. Mm-hmm. En zijn die overall complications het beste maat of is het misschien nog de moeite waard om te overwegen, oké, we hebben bepaalde organ-specific complications, we hebben complicaties die ook door andere maatregelen misschien getackled worden, andere operatietechnieken, voedingstechnieken, etc. Kunnen we dat scheiden? Ja, ik denk, we hebben inderdaad als primaire uitkomstmaat die overall, het aantal patiënten met een overall complication gebruikt. Uiteindelijk is het denk ik het belangrijkste om bijvoorbeeld ernstige complicaties te voorkomen. Want dat heeft nog meer impact op een patiënt.
Mm-hmm. Maar ook een niet ernstige complicatie kan denk ik ook impact hebben. En dat was inderdaad, onze powerberekening is echt gemaakt om die aantal patiënten met een overall complication, om daar een verschil in te vinden. Maar ja, zeker voor toekomstig onderzoek denk ik heel goed om te kijken van wat is nou de beste uitkomstmaat om te gebruiken. Ja, we kunnen ongetwijfeld nog op het minst 30 minuten over de power-analyses en de methodologie praten, maar dat doen we vandaag zeker niet. Ik ben heel tevreden met de antwoorden en geef het woord terug aan de prorector. Meneer de prorector, u bent nog gemute. Klassieke fout. Hartelijk dank. Mijn echtgenote zou mij graag vaker op mute willen zetten. De oppositie wordt voortgezet door collega Veenhoff, hoogleraar afdeling revalidatie met leeropdracht fysiotherapie wetenschap van het MUMC Utrecht. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte mevrouw de promovenda, met veel plezier heb ik ook uw prachtige proefschrift gelezen. Waarin u onderzoek heeft gedaan naar wat u net allemaal uitgebreid verteld heeft naar de preoperatieve zorg. Met name bij die groep patiënten die veel risico lopen op postoperatieve complicaties. Dit deel vond ik heel interessant en maakt uw werk ook innovatief wat mij betreft. Ik wil u dan ook van harte feliciteren met uw mooie boek en met u ook uw hele team meenemen. Uiteraard zit ik hier niet alleen om u te feliciteren. En heb ik ook een aantal vragen voor u. En om te beginnen wou ik eigenlijk met u kijken naar stelling 10. Die triggerde mij wel. Mm-hmm. Kunt u stelling 10 zelf voorlezen? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties. Ik wil hem zelf wel even voorlezen. Stelling 10, daar staat... The good physician treats the disease... and a great physician treats the patient who has the disease... Ja, dankjewel. En ik ben het daar natuurlijk uiteraard helemaal mee eens. Maar als ik het een beetje vertaal naar het onderzoek, is het natuurlijk ook zo dat als wij als onderzoekers doen onderzoek niet zozeer, dat doen mensen ook, naar de aandoening, maar vooral naar patiënten die een bepaalde aandoening hebben. En dat zien we ook steeds meer, dat de patiënt staat centraal in de zorg. En ook willen we graag dat de patiënt betrokken is bij de onderzoeken die we uitvoeren. En daar begon meteen mijn eerste vraag. Ik vroeg me af, wat is nou de rol van de patiënt geweest in de onderzoeken die u heeft uitgevoerd? In welke mate is de patiënt betrokken geweest? Kunt u daar iets over vertellen? Bedankt. Ik denk dat vooral de patiënt in ons prehabilitatieonderzoek een grote rol heeft gespeeld. Want daar zijn de mensen uitgenodigd om te gaan trainen bijvoorbeeld. En hebben ze dat hele trainingsprogramma doorlopen. Daar ben ik zelf ook een aantal keren bij geweest bij de fysiotherapeut. En kregen we ook van een patiënt terug van hoe vinden zij zo'n trainingsprogramma? Wat vinden ze lastig, maar wat vinden ze bijvoorbeeld ook sterke punten? Dat hebben we in het onderzoek niet, we hebben dat niet kwalitatief geanalyseerd. Wat denk ik wel een toevoeging zou kunnen zijn. Maar we hebben dat wel meegenomen ook in vervolgstudies, waarin we bijvoorbeeld mensen thuis laten trainen, omdat dat ook een gehoord punt was, wat soms lastig was, dat ze steeds naar een fysiotherapeut toe moesten. Dus in die zin hebben denk ik patiënten een hele belangrijke rol gespeeld, ook om het verder te optimaliseren. Ja, en toch mis ik een beetje inderdaad de evaluatie van de mening van de patiënt. En misschien ook wel de betrokkenheid dat u echt onderzoek met de patiënt heeft gedaan. Wat zijn de onderzoeksvragen? Denkt u dat daar andere uitkomsten waren gekomen? Bijvoorbeeld een andere uitkomstmaat? Ja, ik denk als we patiënten zouden vragen van wat is voor hun belangrijk? Dan is dat misschien niet alleen het optreden van de complicatie. Maar dan is dat ook zeker kwaliteit van leven bijvoorbeeld. En we hebben dat, we hebben wel vragenlijsten afgenomen, ook bijvoorbeeld om naar kwaliteit van leven te kijken. Dat hebben we nu nog niet in het eerste artikel beschreven. Maar ik denk dat dat voor mensen uiteindelijk heel belangrijk is. Ja. Ja, daar ben ik met u eens. En ik ben blij dat u dat ook aangeeft. Dan wil ik graag even een beetje doorgaan op wat de vorige
mijn collega heeft gevraagd. Dat gaat over die screening van die hoog risico. U heeft op pagina 144 heeft u een mooi figuur weergegeven over hoeveel mensen er uiteindelijk hoog risico hadden en meededen met uw studie. En wat mij opviel was dat er toch inderdaad een heel groot aantal, u gaf het net al aan, niet meedeed aan de studie. Wat bij mij toch wel vragen opriep, is het nu zo, want u heeft dus een gebiased groep. U heeft in ieder geval een deel van de groep heeft u niet kunnen vangen. Betekent dat nou dat uw resultaten niet voor alle patiënten van toepassing zijn? Of denkt u, nee, er is eigenlijk maar een hele beperkte groep die we überhaupt aan de preoperatieve zorg gaan krijgen en dat is deze groep waar ik mijn onderzoek naar heb gedaan? Ik denk dat er sowieso wel een stukje bias inderdaad speelt, hè, want dit zijn de mensen die meer willen doen. Maar ik denk, we hebben dat geprobeerd te verkleinen door mensen die we gevraagd hebben voor het onderzoek, niet direct helemaal uitleg te geven over alle onderdelen van het onderzoek. Dus we hebben in eerste instantie gezegd van, wilt u meedoen aan een onderzoek naar de rol van fitheid voor een operatie? En daarin hebben we nog niet genoemd dat de helft van de groep zou gaan trainen. Ook om te voorkomen dat mensen misschien zelf gingen trainen. Ja, maar dat voorkomt ook een beetje dat je echt een hele selecte groep krijgt van mensen die eventueel extra gemotiveerd zijn om te gaan trainen. Dus in die zin denk ik dat we dat op die manier een klein beetje hebben proberen te voorkomen. En daarmee hoop ik dan ook dat dit wel een afspiegeling is van de totale hoogrisicogroep. Ja, ik onderbreek u even, dat is helder. Maar mijn vraag is eigenlijk meer, gaan wij nou in die toekomst, even grofweg, die 250 mensen die niet mee wilden doen, stel dat zij allemaal hoogrisico patiënten waren, gaan wij die nou in de toekomst wel in de preoperatieve interventies krijgen? Of gaan wij dat niet voor elkaar krijgen omdat die mensen gewoon het niet willen? Ik denk dat daar wel inderdaad winst te behalen is, hè, om dat participatiepercentage te verhogen. We hebben ze nu echt gevraagd van, wilt u meedoen aan een onderzoek? Dan is sowieso denk ik al de vraag, willen ze dat? Maar ik denk als het meer onderdeel echt wordt van de reguliere zorg, dus echt van het zorgpad, en je geeft aan van, we gaan een aantal risicofactoren in kaart brengen en kijken waar we u kunnen optimaliseren. Ik denk, als je dat op die manier aanbiedt en je personaliseert het, dat een heleboel meer patiënten mee willen doen. Dus ik denk dat daar zeker ook inderdaad winst in te behalen is. En dat het ook mogelijk is om wel een grotere groep te bereiken. Ja, helder. Ik kijk heel even naar meneer de prorector of ik nog een vraag mag stellen. Eén minuut. Ja, heel kort. U geeft al in uw antwoord aan. Het is mooi als we het zouden kunnen integreren in de usual care. Dan doen meer mensen mee. Nou, bij ons in het ziekenhuis in Utrecht zijn we natuurlijk ook bezig met de preoperatieve zorg. En daar ontstaat toch wat discussies. We hebben een beetje twee stromingen in huis. En de ene zegt, we moeten het gaan implementeren als usual care. En dan gaan we tenminste ook alle patiënten meedoen. En met usual care data kunnen we dingen monitoren. Het andere deel zegt, nee, en dat lees ik ook in uw proefschrift terug, er zijn nog zo ontzettend veel kennislacunes en vragen die we moeten beantwoorden. Op het moment dat we het al integreren in de zorg, dan zijn goede kosteneffectiviteitsstudies, et cetera, vrijwel niet meer mogelijk. En moeten we wel iets implementeren, terwijl we nog niet eens echt zeker weten hoe effectief het is. We hebben maar beperkte tijd en middelen. Waar moeten we dat nou volgens u op inzetten? Op die implementatie juist, gewoon wel doen, of op het onderzoek eerst toch nog? Nee, ik denk op het wel doen, ja. Want, en waarom? We hebben nu in deze studie aangetoond dat in ieder geval trainen voor de operatie effectief is. En dat ruim 40% afname geeft in het optreden van complicaties. Dus ik denk dat het niet ethisch is om het mensen te onthouden. Hè, om het nog steeds in een studieverband te doen. Dus ik denk dat we dat wel moeten doen. Ja. Oké, dank u wel voor uw heldere antwoorden. Ik geef graag het woord terug aan de prorector. De oppositie zal nu worden voortgezet door collega Verhoef, hoofdleraar afdeling heelkunde, met leeropdracht chirurgische oncologie van het Erasmus Medisch Centrum. Collega Verhoef. U staat op mute.
Collega Verhoef, u staat op mute. Weet het, ik weet het. Oh, sorry. Centraal zet het ook uit en aan. Die zijn wat laat. Die zitten naar iets anders te kijken. Dank u wel, meneer de prorector. Mevrouw de promovendus. Ik wil u van harte feliciteren met het prachtige parel. Ik mag helaas niet 10 minuten uitweiden. Ze is me op het hart gedrukt. Ja, u kent me een klein beetje. Daar luisteren we natuurlijk niet naar. Ik wil u echt feliciteren. Er zijn weinig proefschriften die zoveel stof doen opwaaien als uw proefschrift. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat u en uw team een iets in gang hebben gezet in Nederland wat in mijn ogen onomkeerbaar is. En uw opmerking van ik vind het eigenlijk onethisch om te randomiseren nog. Ja, die steun ik een klein beetje. Maar daar komen we misschien nog dadelijk over te spreken. Ik wil een klein beetje van voor naar achter in het proefschrift. En als ik door mijn oogwimpers kijk, dan zegt u, wij moeten met name ons focussen op de hoogrisicopatiënten. Klopt dat? Ja. En dan is mijn echt uitermate domme vraag, ja, hoogrisicopatiënten, bedoelt u dan de patiënten die zelf zo slecht zijn, waardoor ze een hoog risico lopen? Of bedoelt u die, ja, soms rare chirurgen die hele grote operaties doen, waarbij je dus een hoog complicatierate hebt, zijn dat de hoogrisicopatiënten? Hooggeleerde opponent, bedankt voor de mooie woorden en felicitaties. Met hoogrisicopatiënten bedoel ik inderdaad vooral de patiënten die een hoog risico hebben op het optreden van complicaties. Ja, dan ga ik u gelijk weer interpreteren. Die hoofdstuk 2 laat zien dat die groep mensen een hoog risico hebben op complicaties. Bedoelt u dat dan een hoog risico patiënt? Ja. Het is inderdaad, het heeft ook te maken met het type operatie, het type aandoening waarvoor je een operatie doet. En ik ben ook zeker met u eens dat dat type operatie sowieso al een hoog risico op complicaties geeft. Ook gezien de waarden die we vinden of de percentages die we vinden. De patiënten die de hoog risicopatiënten zoals ik het dan doe, die lopen denk ik nog een hoger risico. Maar u begrijpt waar ik heen wil. Dus waar moet ik nu naartoe? Moeten we kijken naar de hoog risicopatiënt die u betitelt of de hoog risicopatiënt die ik betitel? Of gaat u een CDA-antwoord geven na beide? Ja, dat zou ik het liefst wel doen, inderdaad. Maar dat mag u gewoon doen. Ja. Ze schijnen in de regering te zitten, dus u mag dat gewoon doen. Ja, goed. Ik praat een beetje naar de uitkomst toe, anders gaat mijn volgende vraag de mist in. Dus dank u dat u met mij wilt meebewegen. Dus u zegt, we moeten het bij beide doen. Mm-hmm. Nou, één van de parels van uw proefschrift is natuurlijk hoofdstuk 7. De andere parel is natuurlijk hoofdstuk 2. En als ik dan kijk, hoe gaan we dan met hoofdstuk 7 zorgen dat die complicaties bij hoofdstuk 2 minder worden? En dan ga ik u een klein beetje plagen. Mm-hmm. En ik moet het opzoeken, want ja, u kent me een klein beetje. Ik weet bijna niets uit mijn hoofd. U zegt bij degene die bij hoofdstuk 2 complicaties krijgen, dat zijn mensen die jong zijn. Nou, daar kunnen we wel een boekje over open doen. En die pre- of postoperatief bloed nodig hebben gehad. En de gradering en de tumorstadium. Mm-hmm. Dus die drie dingen. En hoe gaan we die opknappen met uw rehabilitatie? Ja. Ik denk dat we ook, met name met hoofdstuk 2, dat zijn echt de mensen, dus met zo'n locally advanced rectum carcinoom, die echt een intensief behandeltraject, ook al neo-adjuvant krijgen. Daarin is denk ik ook al geselecteerd van welke patiënten kunnen dat aan. Oudere, niet-fitte patiënten, er werd eerder gekozen voor een kort behandelschema, bijvoorbeeld 5x5 radiotherapie. En ik denk als we willen kijken van hoe kunnen we nou bij die groep de complicaties verminderen, dan denk ik dat niet alleen dus trainen belangrijk is, maar dat ook bijvoorbeeld kijken naar iemands preoperatieve HB belangrijk is. Hè, zodat je misschien dat al voor een operatie kan optimaliseren. Zodat je tijdens een operatie geen transfusie hoeft te geven bijvoorbeeld. En ik denk dat het goed is om je te beseffen dat zo'n neoadjuvant schema echt veel impact heeft op een patiënt. En dat we ook vaak zien dat tijdens zo'n behandelschema de fitheid nog weer verder daalt dan daarvoor. Dus dat het dan extra belangrijk is om iemand
ja, in een nog betere conditie ja, en algehele gezondheid eigenlijk te krijgen, hè, wat mogelijk is. Dus ik denk dat dat zeker een groep is waar je hoofdstuk 7 zou kunnen toepassen. Ja. Ja. Dus dan beweegt u een klein beetje naar mijn kant toe, wat sowieso goed is, dat we kijken naar die hoog risico ingreep. Want dat is dit eigenlijk. Ja. Dan blijven nog steeds een klein beetje hangen die factoren die u zegt, dus een IPT 0T1 PA of die jonge patiënt, ja, die veranderen we niet zo met de prehabilitatie, maar dan zegt u die prehabilitatie is zo belangrijk, dus daar gaan we dan mee over. Nou, ben ik het helemaal met u eens. Wat mij verbaast is dat we het niet juist bij deze groep hebben gedaan. Want u schrijft keurig in hoofdstuk 7 dat er zelfs een stratificatiefactor, terwijl u er maar 2 of 3 rectopatiënten in hebt. Maar dat mag u nog een keer goed nalezen, want de ene keer is dat de 2 en de andere keer is dat de 3. Maar daar gaan we niet op in. Als u kijkt naar hoofdstuk 3, dan zegt u keurig op CT-scan, dan zien we de maat van de spiermassa. Wanneer heeft u die CT-scan gemaakt? We hebben in hoofdstuk 3 hebben de CT-scan, de meest recente CT-scan, dus de CT-scan vlak voor de operatie gebruikt. Dus dat is de CT-scan na de chemoradiatie? Precies, ja. En waarom heeft u niet de CT-scan voor de chemoradiatie genomen? Want ja, dan begint de patiënt het behandelproces. En als hij die CT-scan die u neemt, ja, dan heeft hij het behandelproces al grotendeels gehad. Ja, omdat we ook vaak zien, hè, dat dus in die tussentijd van voor de neoadjuvante therapie en daarna, dat daarin ook nog wat verandert in, in bijvoorbeeld spiermassa. Kent u daar data over? Ik niet zelf, maar in de literatuur wel. We hebben er een keer naar gekeken. Dat was zeker interessant, ja. Bij mensen die we chemoradiatie hebben gegeven, dan voor start chemoradiatie en nadien, in een kleine 350 patiënten, dan zie je evident een afname van de spiermassa. Dus? Ja, en met die spiermassa ga je de operatie in. Ja, dus dat is de reden dat wij die laatste CT-scan hebben gebruikt. Ja, maar ik denk als u dit nu zo hoort, dan denkt u dus dat bij name bij de mensen die chemoradiatie moeten ondergaan, dat dat misschien wel de hoofdletterclub is waar we dit moeten gaan onderzoeken. Absoluut, ja. Ik dank u ongelooflijk hartelijk voor het juiste antwoord en ik geef volgaande woord terug aan meneer de prorector. Dank. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Stassen, hoogleraar, vakgroep chirurgie met leeropdracht gastro-intestinale chirurgie. Collega Stassen. Dank meneer de prorector voor het woord. Geachte promovendus, fijn om je te mogen aanspreken en zo meteen met je van gedachten te mogen wisselen, want ook ik vond dit een ontzettend mooi boek. We zijn er tegenwoordig ook hier in Maastricht aardig mee bezig en we zien wat een hoop werk er nog te doen is, hoeveel vragen er nog te stellen zijn en we willen zo graag aan de slag. Compliment ook naar je hele team, uw hele team, voor het geweldige initiatief en hoe het als een olievlek over het land en de wereld zich uitbreidt. U noemde net het woord onethisch, dat nam u in de mond. En ik meen te interpreteren dat het eigenlijk onethisch is om patiënten niet te prehabiliteren. Klopt dat? Ja. Of een bepaalde patiëntengroep niet te prehabiliteren? Ja, ook, ja. Ja, je hoeft niet alleen maar juist antwoorden te geven, hoor, zoals u bij professor Hoef wel moest. Maar ik denk, u zegt nu iets wat ik ook al verwacht had, want u zegt op pagina 189 in uw impact paragraph, daar heeft u het erover dat de pre-op assessment nog niet is opgenomen in de Dutch Colorectal Audit of in richtlijnen, terwijl u wel beschrijft dat er inmiddels een DBC is. En u zegt op pagina 189, nou, dan moeten we maar eens aan de well-informed shared decision. Kan dat nou? Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Want ik heb dus een patiënt tegenover me waar ik wat van vind, omdat ik ook een klein beetje van uw wijsheid heb gekregen. Is dat ethisch dan? Een shared decision? Ja, hooggeleerde opponent, ook bedankt voor uw felicitaties. Ik denk dat als we van tevoren bij patiënten echt een... Ja,
een brede risico-inschatting maken. En ja, hoeft dat misschien niet alleen bijvoorbeeld fitheid te zijn of spiermassa. Maar ook dat we kijken naar bloedgehalte, iemands glucoseregulatie, iemands psychologische status. Ik denk dat als we op die manier een patiënt eigenlijk zo volledig mogelijk in kaart brengen, om te kijken van waar kunnen we wat verbeteren, dat we daarmee ook dat aan een patiënt kunnen laten zien. Hè, van we zien dit en dit en dit. En we weten dat, nou ja, als we dat zien, hè, dat, dat er bijvoorbeeld hoog risico is op een gecompliceerd beloop. Ik denk dat we dan mensen wat beter kunnen uitleggen wat zo'n operatie nou precies doet. En wat het vooral doet als iemand dus die risicofactoren heeft. En op die manier kun je, ja, dat moet denk ik ook, hè, kun je dat wel met elkaar bespreken. En het zal inderdaad zo zijn dat wij waarschijnlijk snel neigen naar, we willen dat optimaliseren. En dat zullen we dan inderdaad goed moeten kunnen overbrengen aan een patiënt, dat die uiteindelijk ook een keuze daarin kan maken. U zegt zelf, even verderop in die impact paragraph, ik citeer, the next step should be to implement prehabilitation in the hospital's standard pre-op. En heeft een hele mooie term, continuum of care. Mm-hmm. Maar dat klinkt als van, we voeren het gewoon in en ze merken het wel, die patiënten. Want wij zijn er zo van overtuigd dat het nuttig is, dat gaan we niet met ze bespreken. Want het is onethisch, want anders zouden ze deze bonus mislopen. Ja, ik denk dat we het ze niet moeten onthouden. Hè? Dus dat we weer moeten gaan randomiseren, de ene wel, de ander niet. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel de patiënt degene die het moet willen en moet gaan doen. Ja, dus wij kunnen denk ik als arts wel zeggen van, je gaat dit doen. Maar de patiënt is daar natuurlijk zelf de belangrijkste factor in. Dus in die zin hoop ik wel dat we het kunnen implementeren. Ja, dus dat we het standaard kunnen aanbieden. En dan hopen dat we mensen inderdaad meekrijgen. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de prehabilitatieafdeling in het UMCG, bij Joost Klaassen, dan zie je dat als je dit op die manier invoert, dus dat je al die verschillende risicofactoren inventariseert, dat mensen daar ook inderdaad toe in staat zijn om dat te willen optimaliseren. Zodat iedereen daar eigenlijk aan mee wil doen. Nou, ik had u eigenlijk iets meer in mijn richting willen hebben, maar dat doet u niet. Het is ook prima, dat mag een promovendus doen. Ik zie dat wel voor me, dat we dit met z'n allen gaan implementeren. En ja, met alle beste bedoelingen natuurlijk, maar als we er te veel over praten met elkaar, dan denk ik dat we veel kansen laten liggen. Maar dit sluit ik even af. U heeft mij al een paar minuten geleden een brug gegeven naar mijn volgende onderwerp. En dat is de fysieke fitheid. Daar gaat dit proefschrift veel over. En daar heb ik vooral over Xevin gedacht, want dat is natuurlijk erg chirurgisch. U heeft vast wel in uw hoofd dat er een aantal domeinen bestaan van fysieke fitheid. Mm-hmm. Wat is fysieke fitheid één begrip en is dat duidelijk? Of, nou ja, wat ik suggereer, zijn er ook verschillende domeinen aan? Ja, ik denk dat er verschillende domeinen aan fysieke fitheid inderdaad zitten. Je hebt voor fysieke fitheid meerdere dingen nodig. Hè. Je hebt een goede cardiale toestand nodig. Hè. Pulmonaal moet je in een goede fitheid zijn. Maar ook je spieren heb je daarvoor nodig. En dat werkt allemaal samen, hè, waarin je uiteindelijk die fysieke fitheid krijgt. Ja. Ik weet niet of u dat bedoelt of dat u meer een andere... Nou, inderdaad. En u dacht even in hoofdstuk 7 dat u die niet mee had genomen. Nou ja, ze bestaan officieel uit 5 domeinen. Body composition heeft u inderdaad in het proefschrift naar gekeken. Aerobic capacity in hoofdstuk 7 uitgebreid aan bod. Spiersterkte, uithoudingsvermogen, flexibiliteit. Dat laatste, daar kijkt u niet naar. Maar al die andere dingen eigenlijk wel. Want het staat een beetje tussen de regels door af en toe. Moet u wel gekeken naar handknijpkracht. En dan komt ineens de quadricepskracht toch weer om de hoek. Ergens in een bijzin. Mm-hmm. Nou, dat is een ding. Maar nu nog het andere. Ik wilde eigenlijk, u zei er zelfs iets over de psyche. Dit is fysieke fitheid, maar er is nog veel meer aan de patiënt, hè, die fitheid bepaalt. Zou het kunnen zijn, en die dingen heeft u niet bekeken, of ook niet gerapporteerd in bijvoorbeeld hoofdstuk 7. Zou het kunnen zijn dat psychosociale factoren, socioculturele factoren, misschien ook voeding, en het niet in beeld hebben daarvan dat meegespeeld heeft in de uitkomsten van uw studie van hoofdstuk 7?
Ja, ik denk dat dat zeker een rol speelt. We hebben inderdaad niet naar bijvoorbeeld voeding gekeken. We hebben wel geprobeerd te kijken met vragenlijsten, ook bijvoorbeeld naar iemands psychische toestand. Is er sprake van depressie, angst? Daar hebben we wel naar gekeken, maar die resultaten hebben we inderdaad niet in hoofdstuk 7 weergegeven. Dat zal nog volgen. Maar ik denk dat dat zeker een belangrijke rol speelt. En we hebben ook inderdaad van dit onderzoek weer geleerd in vervolgstudies waarin we bijvoorbeeld wel voeding meenemen. Want ik denk inderdaad, als je zo intensief gaat trainen, dan is voeding ook heel belangrijk. Nou zit u toevallig in een huisartsenpraktijk, dus u kunt ons daar een dienst bewijzen om de patiënten daar al in uw praktijk op te wijzen. En met een schuin oog op de klok denk ik dat de prorector wil dat ik het woord doorgeef aan uw volgende opponent. Dank u voor de antwoorden. Dank. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Olde Damink, hoogleraar vakgroep chirurgie met leeropdracht translationeel onderzoek gastro-intestinale chirurgie. Collega Olde Damink. Dank u. En ik sluit me heel erg graag aan bij de complimenten voor de promovenda en voor het begeleide team. Ik voel natuurlijk extreem veel passie en interesse voor het onderwerp, maar niet alleen voor het onderwerp, maar ook voor uw achtergrond. Hè. Ik ben, net zoals u, bewegingswetenschapper, maar ook tukker. Ik zou bijna de neiging krijgen om in het Twents met u in debat te gaan, hè, want als je plat kunt praten, dan moet je het niet laten. Maar ik ben het helemaal met u oneens. Want u zegt, we moeten het wel doen, we moeten geen gerandomiseerde studie doen. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want als ik nou kijk naar de impactparagraaf van u, daar zegt u eigenlijk met name in pagina 190 dat we die wachttijd moeten gebruiken om die mensen te trainen. Daar zegt u ja, maar af en toe is die wachtlijst misschien de wachttijd te kort. Dan moet ik langer door gaan trainen. En als dat dan niet helpt, dan moet ik zorgen dat ik dat op gepersonaliseerde basis doe. En daarvoor heb ik mogelijk wel experts op logistiek en data-intelligentie voor nodig. Is dat datgene wat u wilt doen als die wachttijd te kort is volgens u om niet succesvol te prehabiliteren? Hooggeleerde opponent, echte tukker, bedankt voor uw felicitaties. Graag gedaan. Die wachttijd inderdaad. Wat ik ook vooral bedoel is, bij sommige mensen is die wachttijd om iemand in een betere conditie te krijgen wellicht te kort. Maar wat denk ik dan heel belangrijk is om te doen, is om bijvoorbeeld wekelijks ook te kijken van gaat iemand vooruit, bijvoorbeeld in fitheid, met zo'n trainingsprogramma. Zodat je kan kijken van wanneer is iemand fit genoeg om een operatie in te gaan. Het kan misschien bij de een al na 2 weken zijn, maar bij de ander misschien na 6 weken inderdaad. Dus in die zin denk ik dus dat we daar... De consequentie van uw antwoord op collega Veenhof van we gaan het direct doen, we gaan geen studie doen, betekent dat we langer doorgaan om te kijken of het verbetert. Houd die even vast en dan gaan we naar bladzijde 143. Daar beschrijft u de resultaten van de interventiestudie. En daar heeft u 2 uitkomstmaten. En ik ben eigenlijk benieuwd, wat definieert u nu als succes voor de prehabilitatie? Daar heeft u, en in figuur 2 presenteert u ze op individuele basis beide. Wat is nou belangrijk? We hebben als primaire uitkomstmaat echt het optreden van een overall complicatie. Ja. Maar als je inderdaad naar figuur 2 kijkt, dan hebben we zowel de anaerobe drempel en de VO2 piek weergegeven. En we hebben vooral zelf ook om die hoogrisicopatiënten te selecteren die anaerobe drempel gebruikt. Dus in die zin denk ik dat dat de belangrijkste is. Ook omdat je ziet dat bij toch wel een aantal patiënten die VO2 piek helemaal niet te behalen. Nou, dat is een mooie, want dan heeft u precies beantwoord wat ik eigenlijk wil. Maar kijk nou eens naar figuur 2, het linker panel, die anaerobe drempel. Ja. Staan, ik denk, zeker bijna 30-40% van de lijnen gaan naar beneden. Ja, en dus dat is inderdaad... 40% van uw populatie gebruikt u de wachttijd, terwijl ze niet beter worden, op fysieke fitheid. Moet je die mensen niet veel eerder opereren? Is dat niet een failure to rehabilitate? En ik ben super benieuwd, want die heeft u niet individueel gegeven, naar de andere uitkomst. En dat is de quadriceps strength die u ook heeft. Waarbij ik wel zie dat on average er is een 2% winst. Maar in de verdeling van de 95% confidence interval
zie ik dat er ook mensen zijn, individuen, die 21% verlies hebben. Mm-hmm. Die mensen moeten we toch eerder opereren in plaats van maar doorgaan met prehabiliteren. Is er niet een groep die we beter moeten selecteren en die helemaal niet beter worden van al dat geprehabiliteren, omdat ze kanker in hun lijf hebben en die kanker doet niet goed? Wat is uw mening daarop? Leuk om daar inderdaad over van gedachten te wisselen. dat moeten we inderdaad, dat weet ik eigenlijk niet goed. Precies, en uw promotor en ik weten het allebei niet. Dus wij vinden eigenlijk dat we het niet moeten implementeren, maar eerst moeten onderzoeken. Dus zowel uw promotor als ik zijn niet met u eens. Gaat u uw mening bijstellen? Dat mag natuurlijk, u hoeft niet altijd, zoals bij collega Verhoef, maar het gewenste antwoord te geven. Maar bent u bereid om uw antwoord op collega Veenhof een klein beetje te nuanceren? Ja. Mooi, dan zijn we het eens. Dan heb ik nog een paar minuten. Ik ben zeer geïntrigeerd over uw cv, de ene laatste regel. We hebben meer gemeen. Mijn vrouw is huisarts. En we hebben het heel vaak over het totaal gebrek aan input van de huisarts in wat ik doe. Als je vindt wat ik doe heel erg interessant, en ik ben met name heel erg geïnteresseerd in die niet-krasse kraar. En hoe krijgen we die beter en moeten we die wat beter maken? En u zegt, ik werk nu als huisarts in Twente en daar integreer ik mijn onderzoekproject met de scientific knowledge. En misschien kunt u dan stelling 5 oplezen en dan ons allen vertellen hoe u dat gaat doen. Ja, stelling 5, daar staat, huisartsen hebben momenteel geen rol in het voorbereiden van patiënten op een major life event, zoals een operatie, maar dat zou wel moeten. Ik denk inderdaad dat wij daar zeker als huisarts een rol in kunnen spelen. Want wat nu vaak gebeurt is dat als wij patiënten verwijzen naar het ziekenhuis met mogelijk colorectaal carcinoom, dan zijn we ze vaak kwijt. Wat ik door het onderzoek wat ik heb gedaan sowieso al probeer is dat als ik mensen met mogelijk een tumor verwijs, dat ik ze gelijk uitleg wat het belang is van bijvoorbeeld fitheid en voeding. Om ze op die manier, daar alvast een beetje mee bezig te laten zijn. En als dat uiteindelijk dan in het ziekenhuis inderdaad een tumor blijkt te zijn, en iemand is bijvoorbeeld een hoogrisicopatiënt, dan kun je denk ik ook als huisarts wat toevoegen. Want als huisarts sta je dicht bij een patiënt, je kent de patiënt vaak goed. En niet alleen de patiënt, maar vaak ook het steunsysteem. Dus je weet, niet van iedereen, maar van een aantal patiënten weet je ook van wat zijn mogelijke valkuilen. Wat zijn mogelijke oplossingen om bijvoorbeeld therapietrouw te verbeteren. En daarnaast, als huisarts heb je ook patiënten vaak onder behandeling al voor andere aandoeningen. Bijvoorbeeld voor suikerziekte. Dus dan kun je misschien gelijk gaan kijken, hoe is die instelling daarvan? Kunnen we dat al wat optimaliseren? Omdat we ook weten dat dat belangrijk is voor een operatie. En ik denk wat als huisarts ook heel mooi is, dat we veel korte lijnen hebben met de rest van de eerste lijn. Dus met fysiotherapeuten, met diëtisten. En dat allemaal in de omgeving van de patiënt. Dus ik denk dat we op die manier eigenlijk een heel sterk systeem rondom een patiënt kunnen maken. Ik ben het helemaal met u eens, gezien de tijd. Dat ik dat opmerken. En een hele interessante is in de onderzoekslijn van professor Stassen met Tim Lubbers. Hebben we vorig jaar ook een patiënt eruit gepakt met een complicatie naar een colorectale ingreep. Die vlekkeloos door onze assessment kwam. Maar waarbij retrospectief contact is opgenomen met de huisarts. En die zegt die vrouw deed eigenlijk al niets. Die had alleen maar bed stoeltransfer. Dus ondanks dat we het heel erg goed proberen in kaart te brengen met onze perioperatieve assessment, missen we dat soort input. Dus ik daag u uit om de wetenschap niet te verlaten na dit event, maar met ons na te denken hoe we uw vakgroep broeders kunnen betrekken bij de perioperatieve assessment. Ik ben erg tevreden met de antwoorden en geef heel graag het woord terug aan de producten. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Lensen, hoogleraar afdeling fysiotherapie met leeropdracht klinische fysiotherapie. Collega Lensen. Achter mevrouw de Promovenda. Ook ik sluit me natuurlijk aan bij mijn voorgangers om u te feliciteren met een heel mooi proefschrift. Ik denk dat hoofdstuk 7 u al vooruitgesneld is, want heel Nederland was natuurlijk het wachten op een positieve studie. Dus toen er geruchten gingen dat hij er was, toen was uw naam al bekend. En
En nu heb ik ook het boekje mogen lezen, dus complimenten daarvoor. En natuurlijk neem ik daarin ook mee uw promotieteam. Maar ik ga snel naar de eerste vraag, anders heb ik geen tijd meer. Ik start met hoofdstuk 4. Daarin onderzoekt u de oxygen uptake efficiency slope. En u vergelijkt dat met de al bekende waarden als de peak oxygen uptake of de zuurstofopname bij de vat. En u concludeert dat er een goede correlatie is tussen die oxygen uptake efficiency slope en die andere waarden. En u vraagt zich nog af van ja, zou het ook een goede predictor zijn? Zou ik hem moeten meenemen? Laderhand in het proefschrift gebruikt u de zuurstofopname bij de vat en besluit u dus om dat niet te doen. Kunt u dat uitleggen waarom u een heel hoofdstuk schrijft dat het iets toevoegt en vervolgens het niet doet? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties. Goed opgemerkt inderdaad. We hebben hoofdstuk 7 eigenlijk opgericht, opgezet voordat we de analyse van die OS hadden gedaan. Voordat we überhaupt wisten dat dat wellicht een betere maat zou kunnen zijn. Dus we hadden, toen we de prehabilitatiestudie hebben opgezet, had ik nog geen weet van die OS. En ook was het eigenlijk ook een aanleiding doordat we in die prehabilitatiestudie dus die anaerobe drempel hebben gebruikt. Wat dus niet bij iedereen goed te bepalen was. Zo kwam ook de gedachte van wat is mogelijk een alternatieve maat om fitheid goed weer te geven. Toen u de studie deed, bleek dat die vat bij iedereen te meten was. Op 2% na, geloof ik. Dus achteraf, is het dan nodig? Voegt het daartoe? Als u het nu opnieuw zou moeten doen, zou u deze maat meenemen? Of zou u zeggen, nou, die vat die doet het bij het merendeel van de patiënten wel goed. En dan gebruik ik die. Ja, ik denk dat ik hem wel zou meenemen. In de literatuur wordt natuurlijk vaker die vat gebruikt. En daarvan kennen we ook die afkappunten die echt in grote onderzoeken bij veel patiënten zijn gevalideerd. Dus in die zin is dat wellicht ook voor het publiek ook een maat die meer wordt gebruikt, vaker wordt gebruikt en eerder wordt herkend. Met die OAS kunnen we daar mogelijk wel een alternatief bieden. Want inderdaad, bij ons waren maar een paar patiënten waar die vat niet te bepalen was. Maar we zagen wel dat het dat er soms wel wat verschil zat in wie die vat bepaalt. Dus dat het in die zin, het is niet een objectieve maat. En dat is natuurlijk wel weer het voordeel van die OS. En dan zou je hem gebruiken, sorry dat ik in de reden val, voor die patiënten waarbij de vat hem niet doet? Het is inderdaad de vraag, hoe kun je die dan het beste gebruiken? Hè? Doe je het alleen met de OS? Of doe je het bij de patiënten waar de vat niet goed te bepalen is? Misschien kan het elkaar ook wel aanvullen inderdaad. Hè, dat als de vat niet goed te bepalen is, dat je dan de OS bepaalt. Hè, om toch te kijken, van kun je iemand als hoog risico klassificeren? Het kan bijdragend zijn, denk ik. Ja. Dan krijg je natuurlijk wel een probleem of je dat dan in serie moet doen of parallel moet doen. En wat dat dan doet voor de voorspelling. Mm-hmm. Maar goed, ik ben tevreden met uw antwoord. En ik ben natuurlijk fysiotherapeut van achtergrond ooit geweest. Mm-hmm. Dus heb ik ook een keer gekeken naar uw training. En daar hebt u het al eerder over gehad. U hebt een uur getraind met de mensen. Niet in de thuissituatie, maar bij de fysiotherapeuten. Ik zeg altijd maar op de hoek van de straat, want in Nederland is op iedere straat ook eens een fysiotherapeut. En u beschrijft heel mooi dat de mensen naast die therapie ook nog 2 keer in de week thuis oefenden. En u beschrijft dat 90% van de mensen de sessies volgen. Maar ik lees eigenlijk niet over therapie trouw. Hoe ging het in die sessies? Hebben ze ook daadwerkelijk gedaan wat ze moesten doen? Of zijn ze niet toegekomen aan wat u bedacht had van tevoren? Of wat uw co-promotor Bart Bongers bedacht had misschien? We hebben inderdaad van de fysiotherapeuten daarin een terugkoppeling inderdaad gekregen. Van hoe hebben mensen nou zo'n programma vol kunnen houden? Het fijne was dat we 2 fysiotherapeuten hadden die helemaal dedicated waren met dit onderzoek. Dus die ook bijna alle patiënten zelf hebben getraind.
Dus ik denk dat dat aan de ene kant heel mooi is, hè, dat zij precies weten wat het idee, hè, en het doel is van van zo'n trainingsprogramma. En dat zij dat ook, hè, doordat de lijnen heel kort zijn tussen ons team en zij zijn onderdeel van het team, hè, maar dat we korte lijnen hebben. Dat we ook goed weten inderdaad dat programma wel goed vol te houden was. En dat patiënten daar inderdaad dat ook hebben kunnen volbrengen. En we hebben dat niet inderdaad gestandardiseerd bijgehouden, maar meer door die terugkoppeling te krijgen van de fysiotherapeut. U kunt uw zin kort afmaken. Ja, de zin was eigenlijk bijna af. Dat is een mooie timing. Dus inderdaad, we hebben dat niet weergegeven in het onderzoek. Maar we hebben die terugkoppeling wel van de fysiotherapeut gekregen. Oké, dank u voor het antwoord en ik geef het woord terug aan de projector. Dank u. Anne-Fleur E.M. Berkel, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is nu voorbij. De promotiecommissie zal zich nu terugtrekken voor beraad. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad af te wachten.
Dat was op mute gezet. Anne Fleur, E.M. Berkel. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Van Meter is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is nu aan uw promotor. Anne Fleur, promovenda, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij Anne Fleur Elisabeth Maria Berkel tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die u daaraan volgens de wet en de gewoonte zijn verbonden. Ten bewijs hiervan ontvangt u binnenkort de bul door de rector, secretaris en promotor ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd, zoals u nu getoond wordt door de pedel. Mooi. Gefeliciteerd, Anne Fleur. Geweldig. Dankjewel. Dank jullie wel. Uiteraard ga niet ik jou nu verder toespreken, maar jouw companion gedurende het hele traject, collega-promotor Joost Klaassen. Beste Anne Fleur. Aan mij de eer om jou als eerste toe te spreken en te feliciteren met je welverdiende dokterstitel. Helaas vandaag op afstand en niet in het mooie Maastricht, maar zeker niet zonder het publiek. Ik weet zeker dat velen naar jouw promotie hebben gekeken en geluisterd. Daarom richt ik me ook tot je man Wouter. Ik hoop dat hij uit de kelder gekomen is en nu ook naast je staat. Je ouders, je zussen, je schoonfamilie en verdere familie, vrienden, collega's en ook oud-collega's. Wat hebben wij als promotieteam met jou geboft, Anne Fleur? Je hebt je dokterstitel bereikt door een enorme portie doorzettingsvermogen, nauwgezetheid, intelligentie en positiviteit. Maar nog meer, je hebt prehabilitatie een gezicht gegeven. Tegenwoordig hebben we het populair gezegd vaak over de patient journey. Maar nu even jouw doctor's journey van de afgelopen 8 jaar. Wat heb je een mooie en bijzondere weg afgelegd? Het is eind 2013, wanneer je je wetenschapsstage doet bij de afdeling chirurgie in het MST. Het eerste hoofdstuk van je proefschrift is dan al geboren, maar dat weet je nog niet. Je eerste voordracht op de chirurgdagen is een feit. Zoals verwacht gaat je dat goed af. Je bent goed voorbereid en helemaal vertrouwd met de inhoud van je werk. Ik kan me nog goed herinneren dat je met mij meereed. Je vertelde dat je uit een familie kwam, uit een gezin kwam met 4 kinderen en dat jij de oudste was. De verantwoordelijkheid is daarmee met de paplepel ingegooid. Zelf heb ik ook 4 kinderen, zoals je weet, en de dynamiek van 4 is herkenbaar. De gezelligheid, nu iedereen aanhang heeft, die begrijp je waarschijnlijk ook. Wat velen niet weten is dat je intussen, in de tussentijd, na 2013 meerdere case reports en artikelen hebt geschreven. En dat deed je dus buiten je proefschrift om. En het analyseren en schrijven ging je toen al heel goed af. En je bachelor bewegingswetenschappen geef je hier waarschijnlijk ook een voorsprong in. De samenwerking, zoals met Job van der Palen, die steeds betrokken was bij de statistiek, die liep als een trein. Daarna ben je oudste co geweest op de afdeling A3 en B3 in het oude ziekenhuis nog aan de Haaksbergstraat met Walter Masboom, Jos Gerritsen, Pascal Steenvoorde, Eino van Duin en ikzelf als gastrointestinaal en chirurgisch oncologe. De prehabilitatiestudie gaat beginnen en jij recruteert als eerste anios heelkunde de meeste patiënten. En later zelfs nog, terwijl je de huisartsopleiding deed. Daar kwam je speciaal voor terug. Want inmiddels had je ook toen de keuze gemaakt, hoe mooi is het eigenlijk om een patiënt in zijn geheel te zien
en in zijn omgeving. En voor jou was chirurgie eigenlijk te gespecialiseerd. Ik denk dat het gewoon een hele mooie keuze, een goede keuze was voor jou op dat moment. Terwijl je de opleiding tot huisarts volgt, proberen we van jouw onderzoek een echte promotie te maken. Er wordt contact gezocht met de godvader van de prehabilitatie, Nico van Meteren. Ik heb hem gegoogeld op internet en vond zijn naam bij TNO. Daar was hij toen nog net werkzaam, of is net toen alweer weg. Met Nico hebben we contact gelegd. Dat ging heel gemakkelijk. En we hebben toen meerdere keren ook afgesproken in de lobby van het NH Hotel in Utrecht. Nico die heeft een enorm breed netwerk. En die introduceerde ook direct Bart Bongers met zijn enorme kennis van de inspanningsfysiologie. En gezamenlijk met z'n drieën hebben we jouw promotietraject bedacht en wordt hij in 2016 aan Capri Maastricht gekoppeld. Nico lanceert steeds mooie ideeën, soms wat veel van het goede. Dan duizelt het daadwerkelijk voor onze ogen. Maar de goede punten blijven altijd hangen. We krijgen alle medewerking ondertussen van Paul Weltevreden en Heike Kotten. Die wil ik hier ook speciaal noemen. Dat zijn de fysiotherapeuten die alle geïncludeerde patiënten voor de prehab-studie hebben getraind en als fysiotherapeut begeleid. En hun aandeel in het verbeteren van de mentale weerbaarheid van de patiënten staat mijn ziens buiten kijf. Ik denk dat die rol van hun enorm geweest is. Ondertussen dragen we bij aan de cursus ouderenzorg in de opleiding van de RGS. Daar is nog een mooie film van, die nog steeds mijn ziens getoond wordt via e-infuse. En we merken ondertussen dat veel patiënten die niet fit zijn, er tegenop zien om mee te doen aan de prehabilitatiereden. Een hele belangrijke reden die vandaag nog even niet genoemd werd, maar die wil ik toch noemen, is omdat mensen nou eenmaal met kanker snel geopereerd willen worden. Ze worden naar de chirurg gestuurd om de tumor weg te halen. Dus als je het dan hebt over we gaan eerst trainen, dat valt ze rauw op het dak. Het idee van de thuistrainstudie, omdat ook heel veel mensen die niet fit zijn geen zin hebben om te trainen. Het idee van de thuistrainstudie is ook geboren en die heeft zijn vervolg gekregen in de vorm ook van promovendus Laura van Wijk, die daar mee verder gegaan is, gelukkig. Op het moment dat de accrual van de prehabilitatiestudie bijna bereikt is, ga jij bevallen. En we maken ons toch echt stiekem zorgen, want er is druk om de studie toch als allereerste te kunnen publiceren. Maar het blijkt een intelligente lockdown van jou. Samen met Wouter krijg je een zoon Tom in 2019 en Sven in 2020. Wat een enorme drukte. Twee piepkleine kinderen, je werk als huisarts en dan nog proberen een promotieboekje af te maken. Echt heel knap. Maar zie, het is ook gelukt en hoe prehabilitatie heeft een gezicht gekregen. Je gaat een mooie toekomst tegemoet en je vertelde mij heel recent dat je ook gaat werken als huisarts ondernemer. Want je gaat associëren met Eddie Rijk in Hengelo. Ik denk dat dat een heel mooi traject gaat worden. En je zal daar denk ik ook ongetwijfeld opleider worden. En we hopen natuurlijk dat je ook nog steeds gaat bezighouden met de wetenschap en wellicht ook met prehabilitatie. En als promotieteam wensen we jou echt alle goeds toe en hopen nog echt heel veel van je te horen. Dankjewel. Dankjewel Joost. Heel mooi. Dokter Berkel, namens de universiteit zou ook ik u graag willen feliciteren. En ik zou die felicitaties ook graag willen uitbreiden naar uw echtgenoot, zo net ook al genoemd, uw familie, kinderen, hoewel die het misschien nog niet helemaal zullen ontvangen. En ik wilde ook even opmerken namens de hele commissie hier aanwezig dat iedereen onder de indruk was van de kwaliteit van zowel uw proefschrift als van uw verdediging. Dus ook namens mij en namens de gehele commissie unaniem onze complimenten. En ik hoop dat ondanks het feit dat het toch een beetje als een kale dag voelt, omdat we allemaal online op afstand hier moeten zijn, dit toch bij u veel warme gevoelens zal blijven geven. En ik wil u de hoop daarvoor uitspreken. En ik wil hierbij deze academische zitting eindigen. Ik verzoek de promotiecommissie u nog even aanwezig te blijven, want er zijn een aantal mensen die u graag zouden willen feliciteren. Dank u wel.